Linde Mugpoel lokte eerder al heel wat reacties uit bij haar eerste zwangerschap toen ze bekende dat ze niet graag zwanger was. Ondertussen is ze opnieuw in verwachting, maar ze is nog steeds even eerlijk. Ik vind het wel weer tamelijk zwaar, geeft ze eerlijk toe. Ik had gewoon gehoopt dat ik een tweede zwangerschap leuker zou vinden, al dus Linde. Waarom ze het niet leuk vindt? Een zwangerschap is niet altijd gemakkelijk, fysiek niet, maar zeker ook mentaal niet. Je wordt als vrouw overgenomen, zegt ze. Bovendien is de tweede zwangerschap fysiek zelfs nog zwaarder voor Linde. Daardoor kan ze niet wachten tot ze haar tweede dochtertje eindelijk in de armen kan sluiten. Want ze is wel heel graag mama. Alleen de zwangerschap zou ze willen, bovendien is ze meer dan alleen zwanger. Ik voel me tijdens een zwangerschap gereduceerd tot iets, bekent ze. Zo wil ze ook nog gezien worden als bijvoorbeeld iemand die werkt en de partner van haar lief. Niet alleen een toekomstige mama. Ik voel me een bolletje moeder en ik voel me precies alleen maar dat.